Je traint 2 keer in de week? Ja, 2 keer in de week. En fysiek alles voort, hè? Dat had ik eigenlijk nog niet verwacht, want ze zijn meestal een beetje soft. Ja, fysiek. Ik denk dat er heel veel strijd in de groep zit. Het zijn natuurlijk fysiek sterke jongens, maar ik denk dat het meer de strijd is en de beleving die uiteindelijk het fysiek in beeld brengt. Ja, het was eigenlijk een wedstrijd met sentimenten eigenlijk, hè? Ja, dat is mooi toch, hè? Is toch altijd, natuurlijk is dat altijd mooi, die sentimenten erbij, ja. Als je nou 6-0 op de scorebord had gestaan, dan was het niet echt zo slecht geweest. Ja, als wij de fout niet maken in de eerste helft, dan hadden zij niet op 1-0 gekomen. Dat was een draak van de wedstrijd trouwens, de eerste helft. Vooral van alles voor wat was van VVW. Nou, dat ben ik niet met je eens. Ik denk dat wij volgens de opdracht goed alles hebben uitgevoerd. En daar had Voorwaard het heel erg lastig mee. En daardoor komt Voorwaard ook niet in zijn spel. Dat het in rond de 16 dan uiteindelijk strookt, oké. Okay. Maar ik dacht dat wij wel een overwicht hadden. En dat Voorwaard de onderliggende partij was. Egidio Oude Groen zegt nou, ja, maar VVW is een van de kampioenskandidaten. Nou ja, kijk, weet je, het is leuk dat hij dat zegt en ik ben het ook wel met hem eens. Vandaag is het zo dat je dan door een foutje in die eerste helft 1-0 achterkomt. Wat natuurlijk heel vervelend is, want niemand verwacht dat. Ook Voorwaard niet. En dus je helpt hun in het zadel. Als je kijkt naar de tweede helft. Nou goed, dan moeten wij wat opportunistischer spelen. Dan geven we wat meer ruimte weg achter onze verdediging. Dan kunnen zij reageren door middel van een counter. Hebben die ruimte dan ook en dan creëren ze daardoor mogelijkheden. Niet echt de kansen, maar wel de mogelijkheden. Ze scoorden er 1 keer uit. Je kan zeggen van nou, dat kan ook een stukje kwaliteit zijn wat op dat moment tekort komt. Maar als je kijkt naar de eindstand, het had niet nodig geweest. Ik denk dat we wel het publiek vermaakt hebben. Jeffrey de Moer, wat een van de klasse. Ja, maar goed, ik heb ook spelers. Heel creatieve voetballer, dat kan je niet ontkennen. Nee, dat ontken ik ook niet. Maar ook wij hebben leuke voetballers, zoals je gezien hebt. Ja. Bert stelde wel, die missen we. Ja, Bert is herstellend. Die traint dinsdag weer mee met de groep. Die missen we natuurlijk. Dat kunnen we ook niet ontkennen. Nee. Nou, 3-0 verlies je van Fortuna Wormerveer in de eerste klasse. Eigenlijk hebben jullie dus 1 keer verloren in deze competitie van de Spartanen. Ook onterecht? Nou ja, dat uiteindelijk zoals het gegaan is dan wel. Maar we kwamen na 1 minuut of 20 kwamen door een dwaling van de scheidsrechter. Op dat moment, een blackout denk ik. Kwamen met 10 man te staan, kregen we een rode kaart. En vanuit die vrije trap werd die 1-0 gescoord. Ja, dan loop je ook dus achter de feiten aan met 10 man. Dat wordt lastig, dat weet je. Dat is een lastige opgave. Je verliest hem uiteindelijk. Of je kan zeggen of het terecht is. Ja, dat weet je pas als je met 11 tegen 11 speelt. Na 90 minuten. Maar goed, je verliest hem. En vandaag verlies je weer. Ja, en vandaag verliezen we weer. En zullen concurrenten ook hun wedstrijden verliezen. Het is nog maar de 5e speelronde. En er zijn nog een hoop wedstrijden te gaan. En ik denk dat de concurrentie ook nog wel wat punten laat liggen. En... Ja, 2 zevenklappers tegen KGB. En tegen wie nog meer? Een Howard, hè? Ja. Ja, daar hebben jullie een paar punten, wat doelpunten weer voor. Zijn jullie natuurlijk hartstikke goed ervoor. Mochten jullie gelijk komen met de bovenste. Maar ja, VVS 46 heeft vandaag ook weer een 7-klapper gehad. Ja, nou goed, dat is goed. Kijk, het leuke is natuurlijk dat de tegendoelpunten uiteindelijk ook wel weer belangrijk zijn. Hè? Daarom staan ze nu bovenaan. We hadden er maar 3 tegen. Nou, nu heb je er 2 meer. Het zijn er maar 5. Gemiddeld 1 doelpunt tegen over 5 wedstrijden gezien. Dat is niet veel. Krijg je er minder tegen? Nou, dan doe je het goed. Alleen, het is nog maar de 5e speelronde. En dus we gaan het zien. Nog een hoop wedstrijden te gaan.
Maar vandaag was echt Always Forward toch wel de betere ploeg. Dat kan je niet ontkennen. Uiteindelijk in het eindresultaat is Forward de betere ploeg. En ja, dat klopt.